Werkgroepen die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken belast zijn met de organisatie van de verkiezingen, hebben zaterdag een tweede presentatie verzorgd aan het onafhankelijk kiesbureau OKB. Het gaat om de werkgroepen internationale betrekkingen, voorlichting, aanwerving, stembureaupersoneel, trainingen en informatie en de werkgroep communicatietechnologie. Het is belangrijk dat de leden en plaatsvervangende leden van het OKB meer informatie krijgen vanuit het Algemeen Secretariaat Verkiezingen van Binnenlandse Zaken, omdat OKB bij wet het toezichthoudende orgaan is voor de verkiezingen. Het ministerie van AWJ heeft zaterdag de sessie opvoedingsvaardigheden verzorgd voor schoolgaande tienermoeders die zich bij de afdeling Nationale Jongeren Aangelegenheden van het ministerie hebben aangemeld. De aanmeldingen zijn voornamelijk uit Paramaribo Centrum en Zuid en uit Wanica. Een verloskundige, consultatieverpleegkundige en maatschappelijk werker hebben tijdens een interactieve sessie informatie verschaft over zwangerschap, verzorging en opvoeding. Het ministerie zal nagaan of er ook behoefte is om de sessie in andere wijken of buurten te organiseren.